dames en heren hier in Hotel Ridderkerk. Bijzondere avond, heel anders dan we hadden gehoopt en gedacht van tevoren dat we gingen organiseren, deze ploegpresentatie. Nou ja, eigenlijk wat nieuw is de ploeg. We hebben nu met ondersteuning van Hotel Ridderkerk hebben we een marathonploeg in de topdivisie. Dus dat zijn de beste marathonschaatsers van Nederland. Onder de naam Sportchalet Viehoven. En die naam komt ervan dat mijn dochter, de zus van Freek van der Valk, de manager van Hotel Ridderkerk, heeft een chalet in Oostenrijk en daar verhuurt ze appartementen. En daar willen we gewoon wat bekendheid aan geven onder sporters en onder mensen die graag in Oostenrijk vakantie vieren. Maar ik ga proberen zo stabiel mogelijk te zijn en ik vind het op kunsthuis fantastisch, net zo goed als op natuurhuis. Dankjewel, Christian Hoekstra. Ja, ik ben eigenlijk ontzettend positief. We hebben veel met elkaar samengetraind. Het zijn eigenlijk allemaal jongens uit de regio. En het zijn allemaal jongens die ontzettend veel ambitie uitspreken. En die ook absoluut wat in hun mars hebben. Dus ja, ik denk echt dat we wat kunnen waarmaken. Ja, ik hoop eigenlijk dat ik net zoals Jan Dirk gewoon in de zaal kon blijven zitten. Ik denk ook als merk dat het voor de jongens goed is, fijn is om een paar echte merken, zoals Viking ook en Hotel Ridderkerk, de Rotterdamse Watertaxi, achter je te hebben. Hè. Dat geeft wel een beetje aanzien, ook als ploeg. Het is geen padvindersploeg, zeg maar. Het is wel een serieuze ploeg met serieuze sponsoren. En daar is Hotel Ridderkerk wel een belangrijke factor in. Rob van der Valk, Hotel Ridderkerk, is al jaren iemand die zeer betrokken is bij mijn sportcarrière. Ik ben alleen maar heel erg blij dat zij als Sportchalet Viehoven nu ook groots op het pak staan. En dat we dat ook uit kunnen dragen. Ik vind het ontzettend waardevol dat er mensen zijn die de schoonheid van de sport net zo waarderen als ik. En die daar net zoveel passie voor hebben.